RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. We zijn hier op het cultureel historisch centrum De Zoekerij in Damwâld. En er is goed in de dag, we hebben de dag van de kleren, de dag van de kleding. En dat is wat zijn, de vrijwilligers zijn al wat verkleed in haar kleren en zo het hinnen. We hebben een paar bijen omrennen met klompjes en haar jurkjes en moedjes op. En hier naast ons hebben we een collectie van doopjurken. Hier zien we doopjurkjes uit de tijd van 1850 tot 1920. En deze doopjurkjes die zijn in bezit van Hetty Fokkes. Vroeger dan hier de doopjurken al hetzelfde aan wat betreft in huishouding. De jonkjes en de famkes waren gelijk en die waren al die bijen, soms zijn er wat zien bij, maar die waren al die 10 keer waren ze broekt. Je kan wel zien, dat zijn al die mooie patroontjes. En dan werd er nog een kleed, dat was een doopkleed. Die gingen ze dan over een kersten heen en zo gingen ze de kerk in.